Ja hoor, dit moest een keer gebeuren. 24 uur van leven ruilen. Oh, nee toch. Hier heb ik niet zoveel zin in eigenlijk. Ik wel. Ik heb in één keer een heel groot huis. Ik moet het hiermee doen met dit kantoor van Jeroen. Jeroen, en ik heb in één keer een vriendin. En nee! Een grote oh, je hebt een vriendin ook natuurlijk. Ja, als je haar aanraakt, hè. Als je haar aanraakt, ik word boos. Ik word... Potentie, zoveel mogelijkheden. Ja, ik ben voor 24 uur in Jeroen's kantoor, in Jeroen's werkplek. En ik ga je ook gewoon lekker op de bank slapen. Want dat doet Jeroen soms ook wel eens. Dat heb je wel eens gedaan, toch? Dat is echt 2-3 keer gebeurd. Maar ja, ja, is, het ja, mag, soms, precies. Ja. Jij gaat naar mijn huis toe en jij gaat lekker bij mij thuis slapen. Nee! En ik denk wel dat ik hier vermaak. Ik zie bijvoorbeeld wat gitaar. Ik kan mezelf wel gitaar leren spelen. Ik kan lekker voor je computer gaan. En ja, joh, ik vermaak me denk ik wel. Ik hoop ook dat je een beetje eten hebt. Want ik heb thuis altijd vet veel eten. Dus als ik hier geen eten heb, dan ben ik echt meh. Je ziet de pizzadozen staan, man. Oh ja, oh ik bestel ja. Best wel vaak. Hij bestelt vaak, oké, okay, ja, dat kan ik sowieso doen. Ik heb nog wat alles voor je laten staan. Ah, rot, ja, nee, rot op. Nee, ze hebben het ook echt wel gedaan. Oké, okay, nou, 24 uur kast leven overnemen. Let's go! Hey, Harm. Wat? Wat doe je hier, Harm? Oh, ja, ik ben Harm, ga weg. Gast, dit is mijn kantoor, ga weg. Ik wil helemaal niet Harm heten. Harm. Ik, Jeroen, beveel jou, Harm, om weg te gaan uit mijn plek. Ja, dit is mijn stulpje. Ga weg hier. Pak je spul. Take your suit, take your dick. Move. En get the hell out of here. Oké, nou, laten we... Kijk eens even aan. Kijk die ride die jij gewoon hebt. Wat? Harm, wat heb jij een mooie auto. Mag ik rijden? Hey Harm, je bent trouwens ook heel knap. Dank je. Je bent heel knap, Harm. Weet ik. Alright, dan gaan we er vandoor. Hey, ja. Jeroen, veel plezier. Ga weg, joh, Harm. Lekker op, joh. Ik heb jou nooit gemogen. Ga lekker weg. Nou, ik ga er vandoor. Jongen. Gaat hij dan, hoor. Gaat hij dan met Harm zijn vriendin. Nou, hey, wat? Hey, Naomi. Yep. Hey, Naomi, vriend van Harm. Hey, lekker ding. Ja, ik zeg lekker ding tegen mijn beste vriend zijn vriendin. Nou, dan gaan ze, hoor. Jongen. Ik vind het helemaal niet zo leuk, hoor. Oh ja, de auto's. Ja, dat is misschien wel handig, de overhandiging. Nou, hier ga je. Nou, blij. Wegwezen. Huissleutel zit er ook bij. Yes. Vermaak je maar lekker. Yup, later. Ik ga me hier ook wel vermaken, denk ik. Jongen. Nou, leuk, hoor. Ja, daar gaan ze. Jongen. Ja, dit vind ik pijnlijk, hoor. Nee, mijn vriendin. Nee, daar gaan ze. Nee. Het is mooi geweest. Ik ga ook maar even lekker naar binnen. Zo, wat gaan wij eens even doen? Ik denk dat ik gelijk even een bakje koffie wil nemen. Dus ik ga gelijk even in de kastjes van Jeroen kijken. Wat heeft die jongen allemaal? Hij heeft alleen maar koeken en... Wat? Allemaal drankjes staan. Kijk, dat vind ik dan wel weer top. Lekkere eiwitpoeder, dat doet hij ook goed. Dus ik vermaak me hier denk ik wel mee. Maar ik zie geen koffie. Nee, ik zie geen koffie. En ik ben echt een koffiemens. Ik drink echt heel veel koffie. Dus ik wil dus zo snel mogelijk koffie vinden. Waar ligt Jeroen zijn koffie? Heeft die jongen serieus geen koffie hier? Hoe kan je overleven zonder koffie? Serieus, hij heeft... Oh ja, ik zie het al. Volgens mij is dit een theedrinker. Ik denk dat wij een theedrinker hebben gevonden, jongens. Even kijken, heb je er nog thee over? Er zit letterlijk nog één zakje in. Oké, daar heb ik heel veel geluk mee. Nou, thee lust ik ook wel. Ben ik ook niet vies van. Ik ga wel even het water verversen. Want volgens mij staat het water er echt al 10 dagen in. Dus even wat vers nieuw water. Even kijken, hoe werkt dit ding? Yes, oké, okay, staat aan. Nou, let's go. Lekker bak thee. Ja, echt top. Jeroen heeft geen normale theekoppen, dan maar een normale kop. Heerlijk. En ik pak ook even een lekkere koek erbij. Die ga ik gelijk even opeten. Heerlijk, zoiets heb ik zo lang niet gehad. Dit bevalt me wel. Voor een dagje, even een dagje wat anders, weet je wel. Maar het ding is, wat ga ik vandaag doen? Ik bedoel, ik kan hier wel lekker even wat gaan klooien. Maar ik wil eigenlijk ook wel even iets serieus gaan doen. Misschien, weet je wat? Ik ga Jeroen zijn werk vandaag doen. Ik ga gewoon kijken wat hij me nog te doen heeft. Ongetwijfeld moet hij nog een video opnemen, want Jeroen die neemt het super vaak op. Dus weet je wat, dat ga ik vandaag even voor hem doen. En ja, wat zullen we dan even opnemen? We kunnen van alles opnemen. Ik denk dat Minecraft wel een goede oplossing is. We nemen een lekkere game video op. Lekker Minecraft opnemen, dat is simpel. En wat moeten wij nog meer doen? Eerst even lekker relaxen. Lekker theetje erbij, joh. Maar lekker. Woe! Aangekomen in mijn nieuwe huis. Ja. Ik heb in één keer een gigantische drankcollectie. Oké, ik ga even beginnen met een bakje koffie zetten. Want op het kantoor heb ik expres geen koffie. Heeft die jongen serieus geen koffie hier? Want als ik een voorraad koffie heb, dan ga ik gewoon de hele dag door koffie zuipen. En dat is niet goed voor je, oké? Dus toen op een gegeven moment heb ik expres geen nieuwe koffie gekocht. En sindsdien is het leven een stuk beter. In ieder geval, Harm heeft wel koffie. En daar gaan we gebruik van maken ook. Even zien. Hoppakee, koffiepad erin. Oh yeah.
Bro, goede koffie. Eerlijk is eerlijk. Lekker hoor. Ik zit hier even te chillen in Harm's tuin. En ten eerste, als de zon hier schijnt. Holy shit. Wat is dit mooi. Komt waarschijnlijk ook gewoon omdat al die planten nu aan het bloeien zijn. Maar het is echt sprookjesachtig in deze tuin. Ik heb trouwens echt geen flauw idee wat ik moet doen. Ik ben niet goed in vloggen. Ik ben vlogger level 0. Ik vlog ook nooit. Naomi is trouwens nu aan het douchen. Misschien kan ik haar joinen. Dat mag toch? Hopelijk heeft ze de deur niet op slot. Wisten jullie dat Harm trouwens ook een sloot achter in zijn huis heeft? Bruh. Kijk, dit vind ik ook wel chill. Jeroen heeft zijn eigen magnetron. Hij heeft ook gewoon een koelkast. Yo, kijk eens even aan. Wat zit hier allemaal in, joh? Wat? Allemaal yoghurtjes. Lekker wat drinken. Oké. Nou, ik lust wel yoghurt, dus dit gaat er zeker wel in. Hij heeft ook een gekke vodka hier staan. Is ook best wel een chille fles. En die komt uit Rusland, dat weet ik nog wel. Dus als ik daar zin in heb, kan ik dat ook nemen. Ondertussen heb ik Minecraft ook even opgestart, dus ik ga zo meteen even lekker opnemen. Ik ben echt benieuwd wat Jeroen ondertussen bij mij aan het doen is. Naomi staat te douchen. Oh, let's go. Naomi. Nee. Naomi, mag ik mee douchen? Nee. Naomi? Ah, maar ik ben Harm. Naomi? Oké. Ik heb trouwens nog geen middageten gehad. Dus ik ga denk ik nu even een broodje of zo in elkaar flansen. Heeft Harm überhaupt brood hier? Let me take a look. What are the goods over here? Aardappelen? Nee. Nee. Crackers? Nee, wil ik ook niet hebben. Waar is het brood? Brood. Nice, het is bevroren. Daar heb ik helemaal niks aan. Oké, het gaat crackers worden, dames en heren. Very nice. Oh, yo, dit meen je niet. Jeroen die appt mij nu net van, yo, eet niet die koeken in de kast. Die dingen zijn een maand over datum. Maar wat heb ik net gedaan? Ik heb een koek gegeten. Ik zeg je heel eerlijk, ze smaakten nog best goed. Maar ze zijn dus over datum blijkbaar. Dus als ik zo misselijk word, dan weten jullie in ieder geval waardoor dat komt. Ja, top Jeroen. Leuk. Leuk dat ik gewoon niks bij jou kan eten. En dat het gelijk over datum verschimmeld is. Nou, jongen. Zo, ik heb Jeroen zijn kantoor even lekker donker gemaakt. Dus nu kan ik lekker gaan opnemen. Ik heb er zin in, is wel een keer leuk. Ook een keer met iemand anders zijn microfoon. Dat vind ik wel een beetje smerig. Want Jeroen zit hier waarschijnlijk al jaren in te blaffen in dit ding. Dus ik weet niet of ik dat zo chill vind. Maar ja, dit moet in ieder geval goed komen. Ik heb er zin in. Ik vraag me af wat Jeroen op dit moment aan het doen is. Waarschijnlijk is hij ook zo lekker bezig. Hoop ik. Oké, ik heb net even lekker middageten gehad. En ik lig hier nu te chillen op de bank. Maar het is tijd om te werken, dames en heren. We zouden ook nog een Minecraft video voor elkaars kanaal opnemen. Dus ja, ik moet nu achter Harm zijn computer in zijn gamekamer een video opnemen. Bruh. Oké, dit gaat even anders zijn dan gewoon. Maar ik denk dat ik hier wel aan kan wennen. Zo'n lekker gamestoelietje, een greenscreen achter me. Oké, wacht. Ik moet trouwens eerst de computer aanzien te krijgen. Waar staat zijn computer eigenlijk? Bro, hier helemaal achter het bureau gepropt. Hey, wacht eens even. Dit is trouwens het bureau dat ik in Almere altijd gebruikte. Damn. Ik ben weer herenigd met mijn bureautje. Wat chill. Oh, wat de fuck. Zijn computer staat gewoon nog aan. Het lampje brandt nog. Alright. Ik hoop trouwens niet dat hij er een wachtwoord op heeft staan. Oh nee, alles staat er gewoon nog voor. Alright, dan ga ik nu even een video opnemen. Yo, tot zo. Zo, het opnemen op Jeroen's kanaal is klaar. Duurde ongeveer een uurtje. Dus ik heb al een beetje mijn tijd lopen doden. En dat is alleen maar top. Ja, ik ga zo even deze afwas voor Jeroen doen. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar ik moet het wel even doen. Ik moet wel een beetje nuttig bezig blijven. Verder moet ik echt de tijd doden. Ik zie dat Jeroen ook dumbbells heeft. Dus ik kan ook even lekker gaan trainen. Daar heb ik ook wel even zin in. Ja, en hier ligt trouwens al mijn slaapspul. Dus hier op deze bank ga ik vanavond lekker slapen. Gaat ook leuk worden, joh. Geweldig. Top. Oké, laten we even lekker sporten. Let's go. Het is hier zo bloedheet hier binnen. Het is niet normaal, man. Weet je wat ik eerst heb geroen? Ik ga eerst de deur even open. Want dit is echt gewoon een warmtehokje, Jeroen. Ik weet niet hoe hij het hier uithoudt, want het is hier echt veel te heet. Zo, ik ga op de bank zitten. Ik weet niet of dit gaat lukken zo. En dan gaan we even lekker, weet ik veel, een uurtje trainen of zo. Beetje de tijd doden. En daarna ga ik gewoon lekker computeren. Wat ik thuis ook gewoon doe, kan ik hier ook mooi doen natuurlijk. En klaar is Kees, dames en heren. Easy. Er is een reden waarom ik deze trofee heb gewonnen. En dat is gewoon puur omdat ik die professionele Minecraft YouTuber ben. Noem één Nederlandse Minecraft YouTuber die het beter doet dan ik. Ja, nee, dat dacht ik al. Kun je niet doen. Alright, wat ga ik nu even doen? Oeh, trouwens. Ik zag die limoncello van Harm staan. Oké, hier had hij het dus laatst over. Dat hij dit zelf wilde maken door citroenschillen in een fles vodka te doen. En dan er suiker bij gooien of zoiets. En dan heb je uiteindelijk limoncello. Ik heb echt geen idee of het ready is. Maar ik wil even een slokje proberen.
Oké, dit is niet lekker. Oké, dit is letterlijk nog gewoon pure vodka met een klein beetje een citroensmaakje. Is nog niet verwaterd, zit ook nog geen suiker doorheen. Ik heb een veel te grote slok genomen. Oké. Lekker. Wat ga ik nu doen? Bro, wat doet Harm op een dag allemaal? Heeft die jongen nog steeds een alcoholprobleem? Zit hij iedere dag nog steeds bier te zuipen? Jackpot, baby. Oh yeah. Ik denk dat ik gewoon even lekker in de tuin ga chillen en een biertje ga drinken. Dit is op zich wel een vet plekje om even te gaan zitten. Lekker bij de boom. Ik vind het allemaal prima. Ja hoor, dit is genieten, dames en heren. Ik begin een beetje nieuwsgierig te worden. Ik weet niet of dit de bedoeling is en of dit heel netjes is of niet. Maar ik wil even rondloeren in Harmse kastjes. Ik weet 100% zeker dat hij dit ook bij mij gaat doen. Dus in principe vind ik dat dit mag. Oké, wat hebben we hier allemaal? Schoonmaakspulletjes. Niet interessant. Wat hebben we hier? Nog meer rotzooi. Ik wil de juicy spulletjes vinden, man. Bestekla. Nee. Oh? Nee, pannen. Even koekeloeren. Ja, joh. Fucking veel vaatwastabletten kun je op voorraad hebben. Harm, wat doe je met al die vaatwastabletten? Harm, ik wil het weten. Ja, deze kastjes weet ik wel wat er allemaal in staat. Even zien, wat hebben we hier allemaal? Hey, dat is mijn fucking hoverboard. Deze heb ik echt een half jaar geleden of zo hier een keertje heen gebracht. Ik was hem, om heel eerlijk te zijn, ook alweer helemaal vergeten. Ah, pretty cool. Wat hebben we hier nog meer? Wat spelletjes en rotzooi. Is niet heel interessant. Oh, Harm heeft een zolder. Oké, ik weet niet of het slim is, maar ik wil even op zolder kijken. Oké, ik weet niet hoe ik dit ding open ga krijgen. Maar ik ga het proberen, dames en heren. I got this. Please, ik hoop niet dat er nu een trap naar beneden gaat vallen. Dit is prima te doen, joh. Die trap die kun je gewoon zo uitklappen. Ik durf er geld op te zetten dat Harm hier zelf überhaupt nog nooit is geweest. Dus ik denk niet dat er iets staat. Oké, jullie kunnen ook echt geen zien. Maar, ja, ik zie zelf eigenlijk ook niks. Oké, de zaklamp gaat aan. Minder interessant dan ik dacht. Het is wel groter dan ik had gedacht. Hier zou je letterlijk gewoon nog best wel een chille slaapkamer van kunnen maken. En er ligt een gloeilamp. Zo, ik zeg jullie eerlijk, deze dag die vliegt voorbij. Het is inmiddels al donker buiten. Ja, en ik ben gewoon de hele tijd heerlijk aan het chillen. Want wat doet Jeroen? Volgens mij doet Jeroen helemaal niks in zijn leven. Dus ik ben altijd een beetje serie aan het kijken. Ik ben een beetje aan het YouTube. Ik ben een beetje spelletjes aan het spelen. En ondertussen ga ik even mijn bed opmaken. Ja, ik denk op zich wel dat ik hier prima kan slapen. Dus ik ga zo meteen nog even lekker serie kijken. Ik ga deze bank even uitschuiven. Oh, hij is stuk. Wat? Huh, wat is dit? Yo, dit is echt één rare bank. Dit ding heeft ook gewoon een compleet andere kleur dan de rest. En hij sluit volgens mij ook niet helemaal goed aan. Nou ja, in ieder geval, ik heb een bed. Daar gaat het om. Zo, nou. En ligt het hier goed? Nou, dat weet ik niet. Ja, het ligt denk ik wel prima. Het is trouwens echt nog snik heet. Dus ik moet echt zo even mijn trui uitdoen. Ja, weet ik veel. Ik ga dus nog even lekker serie kijken. En daarna ga ik denk ik ook gewoon slapen. Ik viel zo net gewoon ook bijna in slaap van ellende. Zo weinig heb ik te doen. Ik heb dus al een video opgenomen. Ik heb de rest al gedaan. Ik heb mijn klusjes gedaan. Ik heb lekker gesport. Ja, en wat moet je verder op zo'n dag doen? Hè? Ik kan helemaal niks. Ik ben helemaal alleen hier. Mijn vriendin is weg. Ik ben helemaal alleen. Ik heb niks meer. Ik heb geen tuin meer. Ik heb niks. Dus ik zeg alvast wel trusten. En ik hoop heel erg dat Jeroen ook lekker kan slapen. Ik mag niet hopen dat hij trouwens bij mijn vriendin in bed ligt. Want dan word ik echt heel boos. Dus ik hoop dat hij gewoon lekker op de bank slaapt beneden. Dat zou ik leuk vinden. Want anders dan moet ik echt huilen zo meteen. Nee, maar ik vond het wel een leuk dagje. Het was lekker productief. Ik heb me heerlijk vermaakt. Ik zou dit echt vaker willen. Nee, dit hoeft niet meer hoor. Nee, dit hoeft echt nooit meer. Oké, het is inmiddels al vrij laat in de avond. We hebben vanavond nog even lekker genetflixt en een beetje gechilled. En nu is het tijd om te slapen, dames en heren. Ik heb mijn bedje hier al op de bank klaar liggen. Heel erg chill. Let's go! Oké, ik lig inmiddels in bed, dames en heren. Ik vond dit op zich best wel een chill dagje. Dit is wel voor herhaling vatbaar hoor. Nou, dames en heren, het was lachen, wel trusten. Ik lig trouwens niet bij Naomi in bed omdat ze boos op me is. Ik trok mijn broek voor haar uit en nu is ze bang. Nee, grapje. Naomi en ik mogen niet bij elkaar in bed liggen van Harm. Dan slaat hij me in elkaar. Oké, doei.